Vrienden, weten jullie het nog met die Rutte? Die zei toen, weet je het nog? Ja, kan je het nog herinneren? Hij zei toen, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Dat zei hij. Daar moesten we toen allemaal zo verschrikkelijk om lachen. Want wij wisten gewoon, ja, die Rutte is gewoon aan het liegen. Dat ging toen, weet je het nog, met die verkenners had hij zitten wauwelen over die omzicht. En dat kwam toen uit, omdat die Ologren, die liep toen met allemaal met die mappen. Ken je nog allemaal? Nou goed, wij herinneren ons dat allemaal wel. Hè? Wij hebben wel die actieve herinnering. Maar Rutte had dat toen niet. En maar nu kom ik op het punt waar ik wil zijn eigenlijk. Op Kaag. En weet je toen nog wat Kaag heeft gezegd? Kaag die ging toen in de kamer tekeer tegen die Rutte en een grote leugenaar. En als ik in de schoenen had gestaan van meneer Rutte, dan was ik opgestapt. Ja, dat zei Kaag. Want Kaag die was voor transparantie en die was voor nieuw leiderschap en noem het allemaal maar op. En dat was Kaag. Nou, en wat hebben we nu? We hebben natuurlijk weer een nieuwe rel. In die politiek zijn ze goed bezig. Nu gaat het weer over dat ze in de ministerraad hebben geprobeerd om die informatie over die toeslagenaffaire weg te frommelen. Dat moest allemaal toegedekt worden. En daar zijn ook nog eens een keer ook weer opmerkingen over die omzicht gemaakt. Nou, en toen kreeg Kaag, ja, daar is ze weer, Kaag, die kreeg de vraag, ja, u bent daar natuurlijk ook bij geweest. Bij dat hele gedoe met het wegfrommelen van die toeslagenaffaire informatie. Nou, toen zegt Kaag, ho, nou, daar kan ik me niet zoveel van herinneren. Ik weet niet of ik daar fysiek bij aanwezig ben geweest, zei Kaag. Want misschien was ik wel op reis naar Niger, had ze gezegd. Nou, hé, hey. En wat blijkt nu? Ja hoor, Kaag, die was wel bij die ministerraad. Ja, want dat was in november 2019. En ze was in Niger, moet je nagaan, in februari van 2019. Hé, hey, nou dat kunnen maar een paar dingen aan de hand zijn hier. Of die Kaag die klets gewoon en leut het uit de nek. Dat is één. Of twee, ze weet het verschil niet tussen februari en november. Of drie, ze liegt. En dat is hem. Die laatste. Want bij mij thuis zeggen ze dan gewoon, hé, hey, je bent gewoon aan het liegen. Nou vrienden, tot zover dan onze vrolijke politiek. Dus wie gaan er straks een kabinet vormen? Rutte, leugenaar. Met Kaag, leugenaar. Nederland, gefeliciteerd.